Welkom en goedemiddag bij een nieuwe uitzending van Parkson TV. Een anders dan anders uitzending. We hebben daar namelijk een vragenuurtje van gemaakt. We gaan vandaag dieper in op de maag- en darmproblemen bij mensen met Parkinson. En van tevoren zijn al een heleboel vragen bij ons binnengekomen. Op dit moment staat de chat open en komen er vragen binnen. En de komende 3 kwartier nemen we u mee langs allerlei vragen die door u gesteld zijn. Als het gaat over maag- en darmproblemen bij mensen met Parkinson. Twee mensen hier in de studio die we het vuur aan de schenen gaan leggen. Allereerst Mirjam van der Laan, welkom. Jij bent diëtiste, aangesloten bij Parkinsonnet. Werkzaam in het Radboud ziekenhuis hier in Nijmegen. En werkt dagelijks met mensen met Parkinson hier in het ziekenhuis. Fijn dat jij hier bent om alle vragen te beantwoorden die hier binnenkomen. Naast jou Bas Bloem, bekend gezicht natuurlijk hier bij Parkinson TV, Parkinson neuroloog. Een expert als het gaat op het gebied van de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Dus ook van jou zullen we veel antwoorden verwachten op de vragen die gesteld gaan worden. Fijn dat jullie er zijn. Zoals gezegd, er zijn al heel veel vragen binnengekomen. Ook op dit moment kan dat nog. Dat kan door gewoon ietsje naar beneden te scrollen in uw scherm. Daaronder staat namelijk de chat. En daar kunt u uw vragen stellen, maar natuurlijk ook reageren op wat andere mensen al gevraagd hebben. Als u denkt, dat herken ik of helemaal niet, of daar heb ik een antwoord op. Dan gebruik ook de ruimte in de chat om dat vooral ook te delen met elkaar. En op deze manier hopen we u in de komende 3 kwartier zoveel als mogelijk relevante informatie te geven als het gaat over die maag- en darmproblemen. De komende 3 kwartier hebben we een beetje geprobeerd in te delen in een paar thema's. We starten zo met wat is er nou specifiek aan die maag- en darmproblemen voor mensen met Parkinson. Vervolgens gaan we het hebben over wat kunt u daar nou zelf aan doen. Daarna vraag ik aan Bas en Mirjam wat zijn nou momenten dat het belangrijk is om dat met je behandelaar te gaan bespreken. En welke behandelaren kunnen hier nou een rol in spelen. En tot slot nemen we een klein kijkje in het wetenschappelijk onderzoek als het gaat over darmen en Parkinson. En kijken we een klein beetje naar de toekomst, wat we daarvan kunnen verwachten de komende jaren. Dus dan weten we een beetje wat er op het programma staat voor de komende 3 kwartier. Maar allicht zal dat ook een beetje kriskrassen door elkaar gaan. We gaan van start, Bas en Mirjam. Mirjam, als ik bij jou begin, je werkt als diëtiste, ja. Veel meer mensen met Parkinson. Wat zijn nou problemen die je veel tegenkomt als het gaat over die maag en darmen? Als je het hebt over een maag- en darmklachten, dan staat met stip op 1 toch de obstipatie. Dat is denk ik de meest veel gehoorde klacht van mensen met Parkinson die ik als diëtist op het spreekuur zie of hier in de kliniek bezoek. Ja, dus het gewoon moeilijk. Moeilijk naar de wc poepen, kunnen. Moeilijk ontlasting kwijtraken. Ja. Bas, jij ziet ook veel mensen met Parkinson. Wat kom jij veel tegen? Nou, wat we steeds meer herkennen is dat als gevolg van die moeizame ontlasting, de obstipatie, krijg je paradoxaal overgroei van bacteriën. En om het even heel plastisch te zeggen, mensen kennen dat wel als een riviertje. De stroom, als er een barrière is, krijg je stilstaand water. En in dat stilstaande water gaan allemaal algen en wieren groeien. Nou, dan zie je al helemaal voor je dat als die darmen niet bewegen, dat allemaal bacteriën gaan fermenteren, gaan gisten. Dat heet SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, in Hollandse termen. Overgroei van bacteriën in de kleine, in de dunne darm. En die bacteriën gaan vervolgens allerlei vervelende dingen doen. Die geven een opgeblazen gevoel, boeren, winderigheid en soms, heel gek, een combinatie van aan de ene kant obstipatie, maar aan de andere kant juist diarree. Ja. En een misselijkheid na het eten, waardoor mensen minder gaan eten, gaan afvallen. Dus die SIBO-klachten, als mensen dat herkennen, dat is behandelbaar mogelijk. Enerzijds door die obstipatie aan te pakken, anderzijds misschien, komen we nog op terug op andere manieren. Maar dat is iets wat ik ook steeds vaker zie en wat heel relevant is voor de praktijk ook. Maar dan zeg je dus eigenlijk het feit dat mensen moeilijk naar het toilet kunnen, dus hun ontlasting niet kwijt kunnen raken, dat heeft eigenlijk nog het gevolg in het lichaam, dat omdat het langer blijft staan, om het zo maar even te zeggen, het een voedingsbron wordt voor andere bacteriën. Dus niet alleen de obstipatie zorgt voor klachten, maar ook het feit dat het in je lijf blijft, zorgt voor een groei aan nieuwe klachten eigenlijk. Absoluut. Ja. En wat je dan ziet, en ik zie al in de chat dat een aantal mensen klaagt over diarree of moeite met ophouden van de ontlasting. Het gek is dat die mensen denken dat ze een probleem hebben met dunne ontlasting. Maar het feitelijke probleem is, als je dan een foto maakt, een röntgenfoto van de darm, zit het chockvol met poep.
ja, die dus niet weg kan. Goed uit. Ja, precies. Het, oh, ja. Ja, nee, juist ja, niet nee, goed. Nee, het is nee. juist helemaal vol. Ja. Ze hadden een file. Ja. Maar voor die file hoopt het zich op en daar gaat het gisten. Ja, precies. En, soms lekt er dan wat waterdunne diarree langs die obstructie. En dan lijkt het diarree. En dan lijkt het diarree, maar in feite ben je geobstipeerd. Ja, ja. En als we eventjes nu, we hebben het nu over Parkinson. Is dit anders voor mensen met de ziekte van Parkinson dan een Parkinsonisme? Nou, wat we weten is dat die obstipatie heeft minstens twee redenen. Eén is, de zenuwen in de darmen zijn ziek. We weten dat bij Parkinson, bij een groot deel van de mensen, de ziekte waarschijnlijk begint in de darmen. Dat de zenuwcellen in de darm, die zorgen voor de peristaltiek, hè, de voortbeweging van de darmbewegingen, dat dat al heel vroeg ziek is. Dat gaat vaak al jaren vooraf aan wat later Parkinson wordt. Dus dat is één probleem. Het tweede is natuurlijk, om goede ontlasting te hebben, moet je veel bewegen. Mm. En mensen met Parkinson bewegen minder. Nou, alle mensen met Parkinsonisme bewegen minder. En dat is vaak een heftiger ziekte dan Parkinson. Dus die mensen hebben ook last van luie darmen. De mate waarin die darmen meedoen is wel weer anders bij verschillende vormen van Parkinsonisme. Die moet je niet over één kam scheren. Bij mensen met MSA, multisysteematrofie, is de betrokkenheid van het autonome zenuwstelsel heel nadrukkelijk aanwezig. En zie je dus ook veel luie darmen, obstipatie. Bij een ziekte als PSP doet het autonome zenuwstelsel juist niet mee. En zie je dat naar verhouding weer ietsje minder. Ja, 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 helder. Maar voor een deel van de problematiek praten we zeker ook over mensen absoluut, met Parkinsonisme. Absoluut. Dan alleen over de ziekte van Parkinson. Al veel gezegd, veel gehoord. Dat is heel, heel mooi. Ik hoor jou inderdaad al zeggen, er waren vragen van mensen binnengekomen. Wat zijn veel voorkomende klachten? Horen boeren daar bijvoorbeeld ook bij. Winderigheid hoort dat er ook bij. Nou, dat heb jij al iets over gezegd. Oprispingen, passen die ook bij? Ja, die passen daar toch ook wel bij. Die komen natuurlijk meer vanuit de bovenkant van je maag-darmkanaal vandaan, dus meer vanuit de maag. Maar ook die maag kan toch wat trager werken of wat ongecontroleerder beweging hebben, waardoor het eten wat langer in je maag blijft staan en waardoor je last hebt van oprispingen daarbij. Oké. Iemand anders die vraagt van, ontstaan er bij mensen met Parkinson altijd maag- en darmklachten? Of alleen in een bepaalde fase van de ziekte? Nou, als ik kijk naar mijn spreekuur, is het eerder regel dan uitzondering. Dus de mensen met soepele, makkelijke ontlasting, zonder dat ze er aandacht aan hoeven te besteden, dat is de bittere, bittere uitzondering. En we zien dus juist dat het een vroeg symptoom is bij heel veel mensen. Even heel kort, we denken nu in de hoofdlijnen dat er twee typen Parkinson zijn. Parkinson die ontstaat in de hersenen en van daaruit afdaalt naar de rest van je lijf. En Parkinson die begint in je lijf en met name in de darmen en opstijgt naar de hersenen. Bij die tweede groep is luie darmen een vroeg en ernstig symptoom. Bij die andere groep is het uiteindelijk treedt het ook op. Dus uiteindelijk hebben ze er allemaal last van. Bij de een wat vroeger, bij de ander wat later. De mensen die ik in mijn spreekkamer zie, hebben er bijna allemaal last van. Ja. In meer of mindere mate. Ja. Ja, en wellicht weet je dat niet hoor, maar dat roept het nu bij me op als jij zegt, feitelijk praten we wel eens over twee manieren waarop die ziekte kan beginnen. Is dat min of meer 50-50 verdeeld? Of zie je eigenlijk dat bij 90% hier lijkt te beginnen en bij 10%? Weet je daar iets over? Nee, dat is heel lastig. Het exacte percentage zou ik niet kunnen zeggen, maar ik denk dat het is voldoende om te zeggen dat er twee hoofdgroepen zijn. Precies. En als je maar lang genoeg wacht, dan gaan ze verschrikkelijk op elkaar lijken. Ja, op elkaar lijken, ja. Iemand anders die vroeg vooraf aan ons, kun je door Parkinson medicatie maag- en darmklachten krijgen, Mirjam? Ja, daar moet ik zeggen, weet ik zo goed het antwoord niet op. We kijken ook even naar jou, nou, Bas. Het ingewikkelde is dat in de bijsluiter staat dat levodopa, de hoeksteen van de Parkinson-pillen, obstipatie kan geven. Het probleem daarbij is dat natuurlijk als je Parkinson-patiënten levodopa geeft, dus ze hebben obstipatie, dan denk je, oh, dat ligt aan de levodopa, maar dat was natuurlijk de ziekte. Ja. Dus of levodopa zelf nou echt obstipatie geeft, dat vraag ik me ernstig af. Ja. Het gaat natuurlijk vaak samen, wat niet wil zeggen dat er een oorzakelijk verband is. Nee, we komen straks aan het einde nog even terug op wat gebeurt er in onderzoek. En Jeffrey Boertien, onderzoeker uit Groningen, vertelt nog heel kort even over wat nou in ieder geval het gevolg is van het feit dat zoveel mensen ook al levodopa gebruiken. En het maakt het natuurlijk ook heel moeilijk om te kijken wat zou er gebeuren als mensen dat niet hadden gebruikt. Ja. Dus straks komen we daar ook nog heel eventjes op terug. Ik zie inmiddels ook in de chat een heleboel gebeuren. Onder andere ook een vraag van Marie. En die zegt, ik heb soms een pijnlijke plek linksonder in mijn rug. Kan dat komen door de verstopping van de darmen? Dat denk ik niet. Ik denk, weet je, je kan natuurlijk bij pijn in je darm, bijvoorbeeld pijn in je buik, hè, kan zich vertalen, dat heet referred pain,
op een andere plaats in je lijf. Als ik deze specifieke klacht hoor, zou ik als eerste kijken naar iets anders. Zou ik een dokter laten kijken of er iets is met je bekken of met je rug. De kans dat dit zich daaruit vind ik wel heel gek. Ja, ja. En als fysiotherapeut zou ik ook nog kunnen denken dat het iets met bewegen te maken zou kunnen hebben. Ja. Nee, wat je soms wel hoort is dat als mensen naar het toilet gaan, mensen die dus moeilijk naar het toilet kunnen, dat ze tijdens het naar het toilet gaan wel pijn hebben onderin. Ja, de buik, soms in de rug. Maar dat is dan ook echt tijdens het naar het toilet gaan. En niet zozeer... Nee, tijdens het persen misschien. Tijdens het persen en het kwijtraken van die ontlasting. Ja. En niet zozeer gedurende de hele dag. Nee, herken ik niet. Nee. Ik kom nog even terug op die vorige vraag, mag dat? Ja, over zeker. Die pillen. Nee, maar als er nou mensen zeggen van... Ik ga die pillen maar niet nemen uit angst dat ik er obstipatie van krijg. Dat is een slechte raadgever. Ja. Die pillen zijn onwijs belangrijk voor je Parkinson. Ja. Als je luie darm hebt, dan moet je met een diëtist of met de huisdokter met laxantia ermee aan de slag. Maar niet uit angst voor je darmen de pillen niet meer gaan nemen. Nee. Wat wel zo is, als dat mag, is dat die bacteriële overgroei, die SIBO waar we het over hadden, die gaan enzymen maken. Dat doen ze overigens in Groningen en nu in Nijmegen doen we er ook onderzoek naar. Die gaan enzymen maken waardoor de levodopa al omgezet wordt in dopamine in je darmen. En dan poep je je dopamine uit zonder dat het ooit in je hersens komt. Hmm. En dat betekent dat je... Ofwel die darmen moet behandelen, waardoor je pillen weer beter gaan werken. Ofwel je moet een alternatief zoeken voor levodopa. En dan is soms bijvoorbeeld een dopamine agonist, rotigotine, pramipexol, ropinirol, een optie. Ja. Dat zijn we nu in Nijmegen aan het onderzoeken in wetenschappelijke studies. Ja. Ja. Ja, en wat ik inderdaad, wat jij dus schetst is, en daar komen we zo meteen ook nog wel even bij behandelingen op terug, maar de interactie tussen niet naar het toilet kunnen gaan, de obstipatie, de opname van de pillen, het belang van het opname van de pillen, het eten, nou, het zit natuurlijk allemaal heel ingewikkeld in elkaar. Is heel nauw verweven met elkaar. Ja, en het een heeft echt dan wel weer consequenties voor het ander. Goede nuance om absoluut in ieder geval niet daarmee te stoppen uit angst voor. Ja. Ja. Nee, en ter illustratie, weet je, dat vind ik gewoon echt een mooi voorbeeld. Ik zie natuurlijk veel second en third opinions. En dan komen mensen komen bij mij omdat het niet goed gaat. En dan is de verwijsreden, de Parkinson-pillen werken niet. Het eerste wat ik doe, is naar die darmen kijken en die darmen behandelen. Want wat doet een dokter? Die zegt, die pillen werken niet. Receptpapiertje, nog meer pillen. Komen ze na 3 maanden, werkt niet. Nog meer pillen. Nee, wat moet je doen? Die darmen behandelen. Ik heb mensen gezien, die zaten tegenover me, helemaal stijf, traag, trillen. En dan behandelde ik die darm en dan kwamen ze na 3 weken terug. Maar ze waren helemaal dyskinetisch, de overtollige. Omdat diezelfde dosis in 1 keer wel je brein bereikt. En omdat iedereen maar die pillen had opgehoogd, was het in feite relatief zelfs te veel geworden. Ja. Herken je denk ik wel. Ja. Ik zie nog een aantal andere vragen ook binnenkomen. Onder andere vraagt Nikita, welke invloed heeft een DBS op obstipatie als dat veroorzaakt is door de Parkinson? Nou... Bij mijn beste weten, Nikita, heeft dat geen invloed. Die brain stimulation is natuurlijk een hersenoperatie, waarmee je het motorische circuit in de hersenen weer corrigeert. Dat heeft geen rechtstreeks effect op enigerlei wijze op het autonome zenuwstelsel die je darmbewegingen beïnvloedt. Wat natuurlijk wel gebeurt, 2 dingen. Je gaat beter bewegen, wat een gunstig effect kan hebben op je obstipatie. Het tweede is dat je bij de meeste DBS-ingrepen met de pillen omlaag kan en zelfs moet. En dus minder afhankelijk bent van die onbetrouwbare darmen. Die darm is gewoon een onbetrouwbare broeder of zuster in het hele verhaal. Dus dan wordt het betrouwbaarder met DBS. Ja. Ja. Dus het lijkt erop alsof het misschien opknapt, maar dat is indirect. Ja, precies. Goede nuance. Ik zie een andere vraag van Sita. Als je een ontstekingsremmer voorgeschreven krijgt, krijg je ook een maagbeschermer. Is het dan zo dat die maagbeschermer de opname van levodopa tegen kan houden? Nee, bij mijn beste weten niet. Nee. Die maagbeschermers zijn soms nodig. Dus misschien ook nog wel goed om te noemen dat mensen met Parkinson vaker last lijken te hebben van de Helicobacter bacterie. Helicobacter pylori, ingewikkelde term, maar dat is een bacterie die vaak maagzweren geeft. En er zijn case reports van mensen met Parkinson bij wie die Helicobacter bacterie werd behandeld vanwege een maagzweer en bij wie de Parkinson geweldig opknapte. Dat snappen we nog niet helemaal. Dat is in een grote studie niet herhaald, dus dat blijft bij anekdotes. En een van de redenen kan zijn dat als je antibiotica geeft voor die Helicobacter bacterie, dat je stiekem
die andere bacteriële overgroei ook behandeld, die SIBO. Die er al was, maar die we niet wisten. Mm. Ja. Ja. En dat dat een gunstig effect heeft. Precies. En dat denk ik zelf. Ja. Maar terugkomend op CITA, geen zorgen dat een eventuele maagbeschermer een heel negatief effect kan hebben op de opname van levodopa. Er zijn geen aanwijzingen voor. Nee. Goed. We hebben al een heleboel besproken, veel voorbijgekomen. We maken af en toe al een klein uitstapje naar... wat kunnen mensen daar nou zelf aan doen? Als u klachten heeft, wat kunt u zelf doen? Wat ligt in uw eigen invloedssfeer? Daar praten we zo hier in de studio over door. Maar we beginnen even met een korte video van Parksonet fysiotherapeut en leefstijlcoach Marlies van Pelt. Maag- en darmklachten zijn vervelende klachten die heel veel ongemak kunnen veroorzaken en die ook vaak voorkomen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Gelukkig is er wel het nodige wat je zelf kunt doen om er minder last van te hebben. De diëtiste zal vandaag toelichten wat je kunt doen op het gebied van eten en drinken. En ik wil wat vertellen over het belang van bewegen en het belang van ontspanning erbij. We kunnen denk ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk bewegen is. Dat is voor iedereen zo, maar zeker ook als je de ziekte van Parkinson hebt. En wat betreft het thema van vandaag, dus maag- en darmklachten. Als je Parkinson hebt, dan wordt de darm vaak wat lui. De normale knijp- en duwbewegingen die in de darm plaatsvinden, die worden minder. En dat kan leiden tot verstoppingsklachten. De lichaamsbeweging kan helpen om deze klachten te verminderen en die darm ook weer te activeren. Nou, waar moet je dan aan denken? Het advies is om iedere dag in ieder geval een half uur actief te zijn. En dat kan sporten zijn natuurlijk, maar ook wandelen of fietsen, eventueel een home trainer. Meedoen met een beweegprogramma op tv of op de computer. Maar ook huishoudelijk werk, tuinieren en dat soort dingen tellen hierbij mee. En dat half uur, dat kan een aaneengesloten half uur zijn, maar ook meerdere blokjes van een paar minuutjes verspreid over de dag is helemaal prima. En dan ontspannen. Langdurige stressklachten, die werken niet zo goed voor je lijf, hebben invloed op veel symptomen van de Parkinson en werken ook door op je spijsvertering. Dus als je dat bij jezelf herkent, zou het goed kunnen zijn om eens te onderzoeken wat bij jou nou die stressklachten veroorzaakt en of je daar misschien op een andere manier mee om zou kunnen gaan. En hier kan je natuurlijk ook hulp bij vragen om dit te onderzoeken. Verder is het goed om tijd te nemen voor je maaltijd, om met aandacht te eten en te drinken, ook te genieten van je eten natuurlijk. En als je naar de wc gaat, ook daar weer neem daar tijd voor, want dan kan je beter ontspannen en dan kan je de bekkenbodem beter ontspannen. En dan gaat het beter om de ontlasting kwijt te raken. Een beetje een gebogen houding op het toilet kan hier ook bij helpen. Nou, een aantal hele praktische tips van Marlies. Nou, bewegen werd hier net ook al genoemd. Maar ook de invloed van ontspanning en tijd nemen voor eten, maar ook voor toiletgang. En Mirjam, als diëtist, wat kun je daarop aanvullen? Wat kunnen mensen zelf doen als het gaat over maag- en darmklachten? Ja, wat mensen vooral zelf kunnen doen is een gezonde basis hebben in hun voeding. Dus voldoende plantaardige producten met name gebruiken in hun voeding. Dus denk aan voldoende brood, voldoende fruit en groenten. Want als we gaan kijken naar de gemiddelde Nederlander, dus dat zijn ook dan de mensen zonder Parkinson, dan eten we allemaal nog veel te weinig plantaardige producten, te weinig. Ja, brood, te weinig groente en te weinig fruit. En dat heeft gewoon echt een negatieve invloed op die maag-darmklachten. Met name dan de verstopping, de obstipatie. Dus gezonde voeding is gewoon een goede basis om daar mee te starten. Wat ik bij mensen met Parkinson ook veel al hoor als ik in gesprek ben, is dat ze wel aandacht hebben voor die vezels in de voeding. En dan met name meer groente en fruit gaan gebruiken. Maar het is wel belangrijk om een totaal aan de vezels in de voeding op te nemen. Dus niet alleen groente en fruit, maar toch ook voldoende brood en peulvruchten, noten. Dus dat je ook echt die variatie in vezels hebt. En een heel belangrijke is ook het vocht. Want ik merk dat mensen met Parkinson in het algemeen weinig drinken. En soms is alleen het ophogen van de hoeveelheid vocht al voldoende om die ontlasting wat soepeler te maken en het makkelijker weg
ja, makkelijker naar het toilet te kunnen. En wat is dan voldoende vocht? Als je mensen zo een tip mee kan 1,5 liter per dag is aanbevolen, zeg maar, voor ja, de gemiddelde Nederlander. Als je gaat kijken naar mensen die klachten hebben van obstipatie, van verstopping, dan is het advies om naar 2 tot 2,5 liter vocht per dag te gaan. Dus dat is echt wel een behoorlijke hoeveelheid meer. Ja. En is voor een aantal mensen in de praktijk ook heel lastig om dat over de dag goed te verdelen en om die hoeveelheid dan ook te halen. Heb je daar een tip voor mensen, hoe ze dat kunnen doen? Ja, mijn tip is om de hele dag te gebruiken. Dus echt 's ochtends al te beginnen met drinken en vooral ook variatie in het drinken aan te brengen. Want als je 1,5 liter water op een dag weg moet werken, dan lukt dat op een gegeven moment niet meer. Maar als je het afwisselt in verschillende soorten dranken, koude dranken, warme dranken, dan is dat wat makkelijker om het op de maakt dag... Maakt dat nog wat uit, zeg maar? Ja, even los van calorieën. Maar maakt het nog wat uit voor je darmen of je dan water, koffie, thee, zoete dranken tot je neemt? Nee, inderdaad, qua calorieën maakt het wel uit, maar op de darmwerking niet echt. Hoewel je wel hoort dat sommige mensen wel goed reageren op de koffie. Ja, precies. Een wat laxerende werking zou hebben. Ja, dus koffie doet twee dingen. Ja. Eén is inderdaad een laxerende werking. Hè, en daarmee bedoelen dat je stoelgang een beetje op gang komt. Heel veel mensen die dat kennen, kopje koffie en dan rennen naar het toilet. En daar is wel echt behoorlijk wat aanwijzingen dat het innemen van koffie op regelmatige basis het risico op het krijgen van Parkinson vertraagt. Of dat betekent dat cafeïne ook een gunstig effect heeft op je Parkinson als je de ziekte hebt, weten we gewoon niet. Cafeïne is, en het gaat echt om de cafeïne, dus de decaf, die werkt niet. Dat wordt wel onderzocht. Dus we vinden cafeïne wel interessant als een mogelijke ziekteremmer, maar dat is research. Ja. Over de glucosehoudende dranken, dat moet je niet doen als je die SIBO-klachten hebt. Nee. Dus alles wat glucose bevat, dus cola, maar ook sinaasappelsap en appelsap, frisdranken, niet doen. Want die bacteriën, die vreten al die glucose suiker, op. Gaan groeien. Worden daar blij van. Niet doen. Ja. En hoe geldt het dan voor koolzuurhoudende dranken? Als je zelf prik drinkt, ik ga er geregeld van boeren. Heeft dat een relatie? Nee, we adviseren mensen die last hebben van zo'n vertraagde maaglediging, dus die vaker last hebben van een volgevoel en opboeren en oprispingen, die adviseren we sowieso om geen koolzuurhoudende dranken te gebruiken, omdat je dat inderdaad ook weer terugkrijgt. Maar ik hoor ook wel terug dat als mensen minder koolzuurhoudende dranken zijn gaan gebruiken, dat ze ook minder last hebben van winderigheid bijvoorbeeld. Ja. Want als de boer niet omhoog komt, dan gaat hij naar beneden. Dus maar, ook geen... Maar, ja. Om het maar te aangeven, het is personalized medicine. Ja, absoluut. Dus mensen die dat hebben, het verhaal van jou, dat helemaal mee eens. Tegelijkertijd weten we dat levodopa beter werkt als je het inneemt in een vloeistof met een zuurig milieu. En bubbelend mineraalwater heeft koolzuurgas, dus dat is zuurig. En ik heb echt mensen die bepaalde doses levodopa, werkt niet, neem het in met bubbelend mineraalwater en dan werkt het ineens wel of beter. Ja. Dus, en dat altijd, als je heel veel boeren hebt, dan geen goed idee. Maar voor heel veel mensen kan het een oplossing zijn om de levodopa in te nemen. Levodopa, hè? En niet de andere pillen. Gaat echt om de levodopa. En voor de goede orde, als we het dan toch over hebben, niet met melk of zo, hè? Nee. Die levodopa. Nee. Niet met eiwithoudende producten. Nee. Dus dan liever met water, koolzuurhoudende dranken of sinaasappelsap? Ja, sinaasappelsap. Dat is dan wel weer oppassen met SIBO, hè? Ja. Dus dat is het voordeel van gewoon bubbelend mineraalwater. Daar zitten die suikers niet in. Dus dat is wel mijn voorkeur. Ja. En soms zeg ik tegen mensen, je kan ook water nemen en daar een heel klein beetje vitamine C in oplossen. Dat kennen mensen van die bruistabletten die je gewoon bij de supermarkt kan halen. Moet je niet van die hele knotsen doen, want dan gaat je hele gebit eraan. Maar dan kun je bijvoorbeeld zo'n kwart knots nemen. En dat los je op in water. Knots. Ja, zo'n van die grote dingen. Het zijn van die grote tabletten inderdaad. Ik noem dat knotsen. Ja. En dan heb je ook een zurige oplossing. Ja. Ja. En bij dames helpt dat weer om blaasontstekingen te voorkomen. Want je zuurt je urine er een beetje mee. Ik hoop mee dat u meestreeft met al deze tips. Morgen kunt u het allemaal terugkijken. Dus als een pauzeer het even, kun je het even opschrijven. Ja. Wat er ook veel gevraagd is van tevoren, en ik zie dat nu ook voorbij komen, is er even los van maag- en darmklachten, maar we hebben het natuurlijk ook nu veel over voeding, is er een speciaal Parkinson-dieet, Mirjam? Nee, er is geen speciaal Parkinson-dieet. Je hoort wel nu toch een aantal geluiden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar bepaalde diëten. Mediterrane dieet noemde jij net al. In Groningen zijn ze onderzoek aan doen naar het anti-ontstekingsdieet.
Maar er is niet een dieet wat naar Parkinson zou kunnen voorkomen. Of de progressie van de ziekte kan beïnvloeden. Nee. Voor zover. Die zekerheid vanuit de wetenschap hebben we zeker niet. Die is er zeker niet. En er zijn inderdaad, wat ik noemde net al, het mediterraan dieet en het anti-ontstekingse dieet. Daar is nu onderzoek naar. Ketogeen dieet is ook nog zo'n voedingspatroon waar aandacht voor is. Maar ook daar is nu nog niet. Er zijn nog niet voldoende aanwijzingen voor wat de invloed dan is op de Parkinson. Ja. We hadden het eerder al eventjes over die verschillende diëten. Daar is ook later in het jaar nog een aparte uitzending over, toch? In juni maken we nog een aparte uitzending over de verschillende diëten waar in ieder geval interesse voor is. Hè? Ja. Ik kan me wel voorstellen dat voeding is natuurlijk ook iets waar mensen zelf invloed op hebben. Hè? Is dat nou te adviseren om dat dan te gaan proberen? Baat het niet, dan schaadt het niet? Werkt het zo met diëten? Nee, vaak toch niet. Als je kijkt naar de mensen die ik dan in mijn spreekuren zie, dan in sommige gevallen is er toch al een aantal jaren echt zijn er klachten, waardoor ze bepaalde voedingsmiddelen zijn gaan weglaten, omdat dan een verwachting is dat dat wellicht wat verlichting geeft. Ik kom best wel eens tegen dat mensen echt een hele onvolwaardige voeding zijn gaan gebruiken in de loop van de jaren, met allerlei problemen die dat weer met zich meebrengt. Dus als ik die mensen spreek, dan gaan we eigenlijk altijd stap voor stap weer terug naar die richtlijnen gezonde voeding. Ja. Die we adviseren voor alle Nederlanders. Met gewoon een goede basis van alle voedingsgroepen die erin moeten zitten. En dat zitten. Zijn dus de richtlijnen van het voedingscentrum. De belangrijkste basis zijn voor gezonde voeding bij Parkinson. Ja. 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 Dus heel kort, mijn take, zeg maar, als aanvulling. Het Parkinson-dieet in mijn beleving is vezels en vocht voor die obstipatie. Oppassen dus met die frisdranken en alles wat kunnen. Een mediterraan dieet in één studie, eentje. Dus ik ben helemaal met je eens, er is niet een Parkinson-dieet, maar een mediterraan dieet in één studie leek het kans op overlijden aan Parkinson uit te stellen. Eén studie, moet meer onderzoek gebeuren. Ja. Het sluit wel aan bij studies die suggereren dat mensen die zich aan een mediterraan dieet gehouden hebben hun leven lang een kleine risico hebben op het krijgen van Parkinson. Dus misschien zit daar iets gunstigs in. Mensen kunnen dat proberen. Dat heeft niet heel veel bijwerkingen. Dat ketogeen dieet wil ik toch nog even noemen, want heel veel vragen naar. Ja. Het zijn een paar kleine studies die niet kwalitatief geweldig van opzet waren, die gematigd positief waren, maar ook nog heel veel beperkingen kenden. Het ketogeen dieet is nu niet een evidence-based behandeling. En jij weet er meer van dan ik, maar dat is ook nog een keer verschrikkelijk om je aan te houden. Nou ja, het is echt wel een andere manier van kiezen qua voedingsmiddelen. En ik heb aan zelf ervaren gedurende 2 weken, omdat ik een gezonde controle was in een onderzoeksgroep, wat het betekent om ketogeen te gebruiken. Maar het betekent dat je juist heel weinig van de plantaardige producten gaat gebruiken. Dus heel weinig groente, heel weinig fruit, heel weinig brood. Want er is eigenlijk geen ruimte voor. En je beperkt je dus met name tot alle eiwitrijke en hele vetrijke producten in je voeding. En dat is een heel, heel ander voedingspatroon. En het heeft ook sociaal nog wel een impact. Ja. Omdat je dan ook echt heel anders gaat eten dan de rest van het gezin. Ja. Dus het behelst wel wat zo'n ketogene dieet. Ja. Ja. Dus zonder advies daar zeker niet zomaar. Nee, want je moet ook echt goed kijken naar de volwaardigheid van de voeding dan. Ja. 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 En ik zou het dus op basis van de evidentie gewoon niet voorschrijven nu. Gewoon, er moet meer onderzoek gebeuren. Ja. Tot die tijd niet doen, zou Helder. Ik zeggen. Kunnen laxeermiddelen helpen bij Parkinson? Nou, jullie hebben er al even iets over gezegd, hè? Ja, dus wat ik tegen mensen zeg is, doe eerst de dingen die je zelf kan doen. 2,5 liter vocht, dat is nog lastig zat. Ik heb van een patiënt een tip gekregen, die had 2 lege colaflessen op de schoorsteenmantel gezet. 1 en 2 erop gezet met een filtstift. En die moest eind van de dag leeg zijn. Ja. Weet je, en dat is nog lastig zat. Ja. Dus veel vocht en vezels en veel bewegen. Ja. Lukt het daarmee, vlag in top. Lukt dat niet, dan ga je met de huisdokter praten. Die vind ik prettiger dan een neuroloog. Want de huisdokter zit daar dichter bovenop, kan dat makkelijker monitoren. En huisartsen hebben vaak een voorkeur voor een bepaald laxeermiddel. Maar laxeermiddelen zijn voor veel mensen uitermate nuttig. Ja, goed. Ik zie hier ook dat Els vraagt. Goedemiddag, wat kan ik doen aan brandend maagzuur? Als ik daar geen medicatie voor wil gebruiken, hebben jullie daar tips voor?
Nou ja, het eerste is natuurlijk, je wil zeker weten dat daar niet bijvoorbeeld een maagzweer onder zit. Dus we noemden al even die Helicobacter-bacterie. Nou, daar kan onderzoek naar gedaan worden of je de Helicobacter-bacterie hebt. Ik denk dat iemand met verstand van maagzweren, dat kan de huisdokter zijn en zo nodig een internist, moet kijken of er niet sprake is van een maagzweer. En dan moet je dat gericht gaan behandelen. Want als iemand echt substantieel last heeft van brandend maagzuur, dan kan dat zeker komen door een maagzweer. Ja, ja. Het kan ook zijn, hè, wat je al noemde, de vertraagde maagontlediging. Daar moet je dan wel een onderzoek aan doen. Hè. Dus niet alleen zijn de darmen trager, maar de maag, wat een soort zakje is, die leegt zich om de zoveel tijd bij ons allemaal. En dat doet hij trager bij mensen met Parkinson. Ja. En dat kan aanleiding zijn voor dat opboeren en oprispen, soms ook tot maagzweren. Dus daar moet dan wel onderzoek naar gebeuren. Ja, ja, ja. Dus Els, zeker aandacht aan besteden. En vanuit de voeding ook nog wel een aanvulling. Want het kan natuurlijk ook te maken hebben, los van wat jij noemt, met toch wat minder goede keuzes in de voeding. We weten dat met name vetrijke producten ook wel echt wat brandende maagzuur kunnen geven. Chocola wordt in dat kader ook wel genoemd. En ook alcohol. Ja. Kan die klachten... Dus vet, alcohol en chocola, zeg je. Dan zou je zelf al even kunnen proberen om dat even wat minder te doen. En te kijken wat voor een effect dat heeft. Ja. Goeie tip. Mooie tips. Ja, dankjewel. Jeanne vraagt nog... krijgen mensen het advies om goede probiotica in te nemen om de darmflora te herstellen? Ja, ik ben blij dat je die vraag noemt. Want ik zie hem een paar keer terugkomen in de chat. Veel discussie over probiotica. Ik noem dan even die bacteriële overgroei. Nou, wij hebben nu een studie lopen in ons centrum waarbij we antibiotica geven. Dus ik zal het antwoord opbouwen, stapje voor stapje. En wat we zien, is dat mensen met Parkinson, die niet of nauwelijks reageren op de pillen, en die klachten hebben die passen bij SIBO, als je die behandelt met antibiotica, dat ze soms spectaculair opknappen. Dus dat is eigenlijk een ontstekingsremmer? Nee, een antibioticum. Die maakt niet een ontsteking, nee. Die maakt het beest dood, de bacteriën dood. En dan, en die bacteriën die zetten dus die medicijnen om in dopamine en die poep je dan uit. Ja. Dus antibiotica lijken een effect te kunnen hebben. Maar dat moet je nu wetenschappelijk gaan uitzoeken voor wie dat geldt en hoe lang dat werkt. Dus dat is niet onderdeel van de zorg. Vervolgens is de vraag, kun je dat ook bereiken met probiotica? Er zijn 1 of 2 studies gedaan naar probiotica die voorzichtig positief zijn. Het grote probleem is... Minstens 2 problemen. 1 probleem is, als je de darmen uit zou spannen hier op de grond, dan heb je een soort voetbalveld. En dan kun je met 1 slokje Yakult, dan snap je al, daar bereid je geen kokosnoot mee. Ik ga het maar even op z'n Holland zeggen. Dat zeggen maag-darm-leverartsen tegen mij. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Het tweede is, ik zie in de chat, goede probiotica. Wat zijn goede, misschien zijn het wel slechte probiotica. Ja. Zijn het de good guys of zijn het de bad guys? Dus het eerlijke antwoord is, we weten dat niet. Nee. We denken dat dat misschien wel een druppel op een gloeiende plaat is. Daar gaan studies lopen, onder andere nu in King's College in Londen naar probiotica. Mm-hmm. En we moeten die studies afwachten. Tot die tijd zou ik daar niet mee experimenteren. Nee. Want ik zou niet durven te voorspellen of het beter of slechter gaat. Nee. En wat ik in dit kader ook altijd wel bijzonder vind is, want we hebben het dan over obstipatie en een goede darmwerking. En dan wordt er eigenlijk meteen altijd de stap gemaakt naar de probiotica. Maar als je het gaat hebben over verstopping en een verminderde darmwerking, dan gaat het over de pre- en de probiotica. En die prebiotica is de eerste stap en dat is gewoon een gezonde voeding. Ja. Met je vezels vanuit groente, fruit, brood, pulvruchten enzovoort. Precies. En dat is een stap die je wel kan nemen, waarvan we weten dat hij het wel doet. Want die vezels... Die gaan ook weer die interactie aan in de darm met de goede bacteriën die daar zitten. En die vezels vanuit de voeding zorgen ervoor dat die darmwerking ook zo optimaal mogelijk werkt. En dan kom je toch weer terug eigenlijk bij die belangrijke gezonde basis. Ja, dus probiotica is zeker iets waar wat interessant is om onderzoek naar te doen. Maar het is jammer om de stap van de prebiotica, dus gewoon de gezonde voeding, over te slaan. En wat ik beluister is het ook zeker niet een advies om dat in te nemen om de levodopa dan beter te laten opnemen. Nee. Goed, helder. We hebben nu eigenlijk best wel veel besproken wat mensen zelf kunnen doen. Hè? Jij vatte het net even al heel mooi samen. Wat zijn nou momenten, jij gaf net al even aan, als al die tips niet werken, gaan ze naar de huisarts om te kijken of welk laxeermiddel helpt. Wat zijn andere momenten dat je denkt van nou is het wel echt belangrijk om een specialist te betrekken of bijvoorbeeld eens even bij je Parkinson-verpleegkundige hierover te praten? Nou, er zijn een paar dingen. Idealiter heb je elke dag soepelontlasting.
Alles minder dan dat is al een klein alarmbelletje en zou ik eens gaan praten met de verpleegkundige die dan vervolgens al dan niet een diëtist of de huisarts inschakelt. Het tweede is als je die SIBO-klachten hebt. Dus misselijk na het eten, opgeblazen gevoel na het eten, obstipatie afgewisseld met diarree, winderigheid, al dat soort klachten bespreken. Want daar is mogelijk wat aan te doen. Wat ook belangrijk is, is als jouw pillen voor de Parkinson ooit goed werkten en steeds minder lijken te gaan werken. Dat kan een teken zijn dat het mis zit in je darmen. Wat ook een heel belangrijk teken is, is wanneer we een zogenaamde delayed on hebben. Met andere woorden, je neemt de pillen in en het duurt heel lang voordat die goede Parkinson-fase komt. Dat betekent dat die pil langer onderweg is en waarschijnlijk blijft die hangen in je maag of in je darmen. Ja, want als je het even concreet maakt en jij zegt delayed, dus vertraagd effect. Wat is normaliter? Mensen weten dat waarschijnlijk zelf al wel een beetje, maar wat is niet delayed? Ja, als je pillen inneemt, dan word je meestal binnen 20 tot 30 minuten beter. Ja. Als dat na 2 tot 3 uur is, ja. Dan noemen we dat een delayed on. Ja. Een stap verder is wat we noemen, opnieuw zo'n lelijk Engels woord, dose failures. Met andere woorden, je neemt een pil in en die werkt helemaal niet. En wij kennen mensen die nemen de ochtenddosis in, die werkt goed. Die van 11 uur werkt ook goed en die van 2 uur doet geen kokosnoot. Dose failures. Dus als bepaalde pillen niks doen, dat is niet omdat je brein in één keer anders is. Omdat je Parkinson, dat zit hier. Ja. Dus onvoorspelbare effecten van je pillen, eigenlijk dat in globale zin, niet werken of onvoorspelbaar, denk aan de darmen, bespreken met het ziekenhuis. Ja. Ja, heb jij nog aanvullingen, Mirjam? Want we hebben het nu steeds over maag-darm-klachten. En die kunnen gewoon heel erg vervelend zijn in je dagelijks handelen. Dus als het ergens in je dagelijkse functioneren belemmert, dan zou ik het ook zeker bespreekbaar maken. Ja. En we hebben het nu dus vooral over maag-darm-klachten. Maar we weten dat als mensen last hebben van obstipatie, dat het ook een negatieve invloed heeft op eventuele plasproblemen die je al hebt of eventueel seksuele problemen die er zijn. Dus als dat speelt, dan kan het ook handig zijn om eens naar de voeding te kijken en naar het ontlastingspatroon om te zien of daar verbeteringen in mogelijk zijn. Ja, en dat is wel mooi, denk ik, dat je dat aanvoelt. Ik zie dat af en toe ook een beetje voorbij komen. Ik heb vaak buikpijn of ik moet snel rennen naar het toilet of ik wil eigenlijk mijn huis niet uit omdat ik me wat aan huis gekluisterd voel, omdat ik niet weet wanneer de ontlasting komt. Dat is dan misschien niet feitelijk een klacht, maar wel een enorme belemmering in je dagelijks leven. Ja, en zeker het bespreken waard. Ja. Want ik hoor jullie ook eigenlijk tussen de regels door steeds zeggen, er zijn best heel veel mogelijkheden om daar wat aan te doen. Het is niet makkelijk, maar je moet er met een team naar kijken. En een deel van de Parkinson-darmproblemen zijn behandelbaar en leiden vervolgens weer tot allerlei secundaire gunstiger effecten, omdat je pillen ook beter werken. Dus ik ga niet even zeggen van, oh ja, al die mensen met darmproblemen, we hebben een toverstokje en boem, het is weg. Maar het is minstens voor een deel behandelbaar. En maak het in ieder geval bespreekbaar. Ja. Als we het niet weten, kunnen we er niks aan proberen te doen. Nee, zeker. Ik vond deze ook nog wel interessant. Heeft iemand ook gevraagd. Jullie schetsen natuurlijk al darmproblemen, maagproblemen. Heeft ook soms te maken met juist die vertraging bij Parkinson, wat we in alles zien. Heeft dan het verhogen van de Parkinson-medicatie ook een positief effect op die trage werking van bijvoorbeeld de darmen? Of de maag? Nee, bij mijn beste weten heeft levodopa geen gunstig effect op de darmmotoriek zelf. Het is wel zo dat als je dus luie darm hebt, dat je steeds hogere doseringen pillen nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Ja, precies. Ja. Nog een vraag van Dienke die net binnenkwam. Kun je, als je al een tijdje levodopa probleemloos gebruikt, opeens alsnog misselijk worden? Ja, dat zou ik gek vinden. Mensen die mensen met Parkinson horen levodopa goed te verdragen, want het corrigeert iets wat je lijf tekort komt. Als je misselijk wordt op levodopa, is dat een zogenaamde red flag. Een teken dat het misschien een Parkinsonisme is, of zelfs een hele andere diagnose, dat je het bij het verkeerde eind hebt als dokter. Dat merk je snel. Dus mensen die niet tegen levodopa kunnen, die merken dat meteen. Dus als je levodopa tijden verdragen hebt en dan ineens niet, dan zou ik naar de huisarts gaan en kijken of er wat anders aan de hand is. En wat is dan meteen, om het even heel concreet te maken? De eerste week. Ja. De eerste week. Dus als jij wekenlang het goed verdraagt en het werkt. Ja. Het enige wat kan is als jij wekenlang levodopa neemt en het werkt überhaupt niet. En dat het dan in één keer wel op de een of andere manier die obstipatie net verholpen is. Ja. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar als jij het goed verdragen hebt en het heeft gewerkt, word je er niet ineens misselijk van. Nee, helder. Marie vraagt nog, vind ik wel boeiend. Is er een onderzoek om te zien of dat maag-darmkanaal nou te traag werkt?
Ja, er zijn onderzoeken om te zien of die maagontlediging vertraagd is. Er zijn verschillende onderzoeken. Bij één onderzoek dan kan je een pannenkoek eten. En dan wordt gekeken hoe lang die pannenkoek erover doet om door de maag heen te komen. En een ander onderzoek, dan moet je een vloeistof drinken, meen ik. Waarbij ze dan in de uitgeademde lucht kunnen zien of ja, hoe de maagontlediging is. Is dat iets wat vaak ingezet wordt bij Parkinson? Of is het meer wat jij zegt? Veel te weinig. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Je kunt dat meten. Daar doen we veel te weinig onderzoek naar. Dus er wordt best weer wat aandacht besteed nu aan de darmen. Ook daar doen we nog veel te weinig mee in de praktijk. Die maag nog veel minder. Ja. Dus dat is echt onderschat. Ja. 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 Je maakt een mooi bruggetje naar het laatste stukje waar we nog even naar willen kijken. Namelijk dat onderzoek naar onder andere die darmen. Je hebt net al mooi geschetst dat de laatste jaren ook laat zien dat die Parkinson voor een deel van de mensen ook in die darmen begint. Jeffrey Boutin doet veel onderzoek in Groningen. En schetst voor ons even kort hoe het nou staat met het onderzoek naar de darmen bij mensen met Parkinson. Er zijn al meerdere onderzoeken geweest naar de darmflora bij de ziekte van Parkinson. En het eerste onderzoek dat daarna is uitgevoerd is in 2015 gepubliceerd. Dat is nog vrij recent eigenlijk. En dat komt omdat het eigenlijk nog maar een paar jaar enigszins betaalbaar is om die hele darmflora in kaart te brengen. Daarvoor konden we wel kijken naar specifieke bacteriën in die darmflora. Maar het is natuurlijk veel interessanter om die hele darmflora te bekijken. Zodat we precies kunnen zien welke verschillen er nou allemaal optreden in die darmflora bij Parkinson-patiënten. En sinds 2015 zijn er 16 onderzoeken geweest die dit hebben gedaan. En die laten allemaal zien dat er verschillen zijn tussen Parkinson-patiënten aan de ene kant en gezonde controles, zoals we dat dan noemen, aan de andere kant. Mensen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht, waarmee wordt vergeleken. Er zijn alleen wel een paar problemen met de eerdere onderzoeken die zijn gedaan. Zo zien we onder andere dat de meeste onderzoeken hebben eigenlijk alleen gekeken naar al behandelde patiënten. Dat is lastig, want gezonde controles nemen geen Parkinson-medicijnen. Dus weten we niet welke veranderingen nou te maken hebben met de Parkinson en welke veranderingen nou te maken hebben met de Parkinson-medicatie. Aan de andere kant zien we dat Parkinson-patiënten heel erg verschillend zijn. Dus waar de ene Parkinson-patiënt last van heeft, hoeft de ander nog geen last van te krijgen. En het zou dus heel goed kunnen dat bijvoorbeeld de darmflora ook niet voor iedereen even relevant is. Omdat er misschien verschillende oorzaken ook voor deze verschillende groepen zijn. Zo heeft bijvoorbeeld ook niet iedere Parkinson-patiënt erg veel last van constipatie. Dus het zou maar zo kunnen dat voor die groep het minder relevant is. Nou, er zijn eigenlijk twee onderzoeken in Nederland op dit moment die twee problemen proberen aan te pakken. Het eerste onderzoek is het DUPARC-onderzoek in Groningen. Daarbij ben ik zelf betrokken. Het DUPARC-onderzoek onderzoekt eigenlijk nog niet behandelde Parkinson-patiënten. En dat is heel erg belangrijk, want op deze manier kunnen we dus zien welke veranderingen in de darmflora echt bij de ziekte van Parkinson horen en welke veranderingen achteraf gezien dus met de medicatie hadden te maken. Het tweede onderzoek is het Parkinson op maat onderzoek. En daarbij wordt juist heel goed gekeken naar de verschillen tussen Parkinson-patiënten. Met allemaal objectieve markers, zoals dat horloge dat wordt gedragen en ook verschillende scans. En daarbij kunnen we dus Parkinson-patiënten in verschillende groepen indelen. En omdat het Parkinson op maat onderzoek ook naar de darmflora kijkt, kunnen we dus kijken of de veranderingen die we vinden bij Parkinson-patiënten misschien vooral belangrijk zijn voor bepaalde groepen en voor anderen misschien minder of niet relevant zijn. Korte schets van Jeffrey over het onderzoek wat nu loopt. Bas, kun je heel kort aanvullen waarom het nou zo belangrijk is dat er toch echt meer onderzoek wordt gedaan naar die darmflora bij Parkinson? Nou, laten we voorop zetten. Mooi dat er mensen zoals Jeffrey zijn. Die gaat promoveren dit jaar in het UMC Groningen bij professor Van Laar op de darmproblematiek. Dus dat is heel gaaf. Die doet er echt heel mooi onderzoek naar. Nee, weet je, het is ontzettend belangrijk dat we daar meer onderzoek naar doen. Heel veel vragen van de mensen, die zijn volkomen terecht, maar daar hebben we gewoon geen antwoord op. Wat is een goed dieet? Wat is het ketogene dieet? Wat doen probiotica? Wat doen antibiotica? Wat voor rol spelen die darmen in het verergeren van Parkinson? Er loopt in Leiden, dat is dokter Contarino die er onderzoek naar doet, onderzoek naar poeptransplantaties, omdat we in dierexperimenteel onderzoek zien dat als je een muis een Parkinson-gen geeft en je geeft die muis vervolgens de poep van een Parkinson-patiënt in zijn darmkanaal, dan gaat het met die muis extra slecht. Dus er zit iets in die darmen van mensen die Parkinson misschien wel erger maakt.
Maar hoe dat precies zit, dat moet je snappen. Dus niet blind nu maar probiotica nemen. We moeten het snappen. Dus fijn dat er mensen zijn als Jeffrey Bourdin om er onderzoek naar te doen. Ja, ja, en het is ook wel een, wat hij ook schetste, een heel nieuw domein eigenlijk. Waar, ja. waar ook nog heel veel ontwikkelingen in gaande zijn om überhaupt ook goed onderzoek te kunnen doen. Hè? Voedingsonderzoek, heb jij al eens gezegd, is überhaupt heel erg ingewikkeld. Nou ja, weet je wat mensen eten, wat hun gewoontes zijn. Maar ook bijvoorbeeld hoe je de ontlasting afneemt en bewaart. De een die slaat het op in de koelkast. De ander gooit er een chemisch stofje bij om het bederf te voorkomen. Maakt al heel veel uit. Hoe je het analyseert en de methodieken. Ja. Echt razend ingewikkeld onderzoek. En toch is het denk ik superbelangrijk om te begrijpen. We gaan zelf overigens onderzoek doen met Luxemburg en met Duitsland. In die Parkson op maat studie, die grote studie met 550 mensen die tot 3 keer toe ontlasting hebben afgestaan. En dan gaan we kijken hoe de bacteriën in de darmen in interactie aangaan met genetische afwijkingen en samen elkaar versterken in het verergeren van Parkinson als basis voor nieuwe therapie om uiteindelijk die ziekte af te remmen. Ja, ja. Nou, wat ik vooral ook beluister, en dat is denk ik ook wel boeiend, tegelijkertijd heel ingewikkeld, dat die darmen zo'n grote rol eigenlijk spelen en dat daar nog heel veel vraagtekens eigenlijk zijn. Dus het is ook mooi om te weten en te zien dat er in onderzoek ook steeds meer aandacht voor komt. We hadden ook nog een vraag binnengekregen, die past hier misschien wel een beetje bij. Zou het nog kunnen dat toxische stoffen in ons voedsel bijdragen aan die maag- en darmklachten? Ja, ik heb toevallig de wereldliteratuur even weer op een rij gezet. Wat we weten is dat Parkinson, het risico op Parkinson zit heel erg vast aan blootstelling aan pesticiden. Boeren hebben een verhoogd risico, omwonenden van landbouwpercelen en uiteindelijk bereiken die pesticiden ons allemaal via de voedselketen. Ja, dus die vraag van of je als je wijn drinkt of dan die pesticiden ook in jouw voedsel komen. Ja. Dus dat pesticiden Parkinson kunnen veroorzaken staat voor mij vast. Dat ligt het helderst voor boeren, gevolgd door het risico voor omwonenden. Ik denk uiteindelijk dat wij allemaal de sjaak zijn, op z'n Hollands gezegd, deels omdat we die pesticiden inademen en deels omdat het via de voeding binnenkomt. Er zijn nu 4 studies die laten zien dat als je al Parkinson hebt en je wordt nog steeds blootgesteld aan pesticiden, dan wordt die ziekte nog erger. Dus denk niet, oh ja, voor mij is het te laat, ik heb al Parkinson. Nee, sterker nog, als je natuurlijk nog weinig levende dopaminecellen over hebt, is het voorkomen van blootstelling extra belangrijk. Dat is niet bewezen dat dat helpt, maar dan zou je dus kunnen nadenken over biologische voeding, het goed wassen van groenten en fruit, hoewel een deel van die pesticiden in het vruchtvlees zitten en in de groenten zitten. Maar biologisch eten, groenten en fruit, wassen en ambassadeur worden met z'n allen. En tegen de minister zeggen dat hij er wat aan gaat doen. Ja, want dat is natuurlijk wel waar we het op andere momenten ook wel eens over hebben. Hè. Dat is natuurlijk nog heel complex om daar met z'n allen iets aan te kunnen doen. Want het gaat ook over leefomgeving en over andere factoren. Jij wilt maar dat wat jij noemt, die biologische producten, groenten, fruit, goed wassen en dergelijke, dat is inderdaad wat er wel bij de mensen ook speelt. En als ik dan met de mensen spreek over de voeding, dan zijn toch de melkproducten weggelaten, want die hebben een slechte naam. Groente en fruit wordt minder gebruikt, want ze willen de pesticiden niet binnenkrijgen. En tegelijkertijd wil je ook wel zorgen voor een volwaardige voeding. Precies. En dan hoort daar wel de groente en fruit in en horen daar ook die melkproducten in. Als mensen nu na dit denken, wow, het is inderdaad best wel complex, waar kunnen ze dan terecht? Ja, wat mij betreft staat alle informatie op de site van het voedingscentrum. Helemaal netjes vertaald naar wat je nodig hebt als vrouw of man van een bepaalde leeftijd. Met aanbevolen hoeveelheden die je per dag moet gebruiken. Soms is dat wat ingewikkeld om te bedenken van hoe ziet mijn voeding over de dag er dan uit. En ook op de site van het voedingscentrum is dan te vinden hoe je bepaalde dagvoedingen, bepaalde voorbeelden staan daarin. Ja, en er is natuurlijk een richtlijn. Diëtetiek en Parkinson, die is natuurlijk wel voor zorgverleners gemaakt, maar die is te downloaden via parkinsonnet.nl. En er is dat kookboek, Koken en Parkinson. Volgens mij was die bijna uitverkocht, maar ik vraag me af of, kijk, ik weet niet of ik iets beloof dat ik niet waar kan maken, maar dat je daar een digitale versie, dat we dat scannen en dat, want daar zit wel vol met nuttige tips en tricks over voeding en Parkinson. Nou, en op dat spoor zocht ik ook een beetje, want er zijn natuurlijk ook diëtisten aangesloten bij Parkinson, die wellicht mensen hier ook een stapje op weg kunnen helpen. Zeker. Om
ja, om in ieder geval na te denken na best een heel complex geheel. Van hoe integreer ik dat nou in gezonde voeding in combinatie met mijn pillen die ik voor of na het eten en meer bewegen. Maar het moet ook niet te veel pesticiden. En ik kan wel voorstellen dat je ergens denkt, ik wil zelf wel graag hier iets aan doen. Maar kan iemand mij daar... Ja, maar het is absoluut een heel ingewikkelde puzzel zijn. Zeker als je een aantal keren per dag levodopa moet gebruiken. Dan kom je wel in een heel strak dagritme terecht om het allemaal goed te doen. Zeker als je dan ook nog eens 2,5 liter vocht bijvoorbeeld erbij moet gebruiken. Ja, precies. Ja. Misschien nog een laatste leuke praktische vraag van Els nog. Als je het nou hebt over die maag- en darmklachten en wat ik er zelf aan kan doen, helpt het dan nog om in kleinere hoeveelheden te gaan eten? Ja, als je het hebt over die maagproblemen, kan dat zeker helpen om wat vaker over de dag kleinere hoeveelheden te eten. Naar mijn weten heeft het op de obstipatie niet zo heel veel invloed. Of je nou zeg maar in 3 hoofdmaaltijden alles binnenkrijgt, of je dat vaker op de dag doet. Ik weet niet of jij daar... Nee, het is wel heel erg geen studies naar gedaan, maar het is wel heel erg mijn ervaring dat met name dat interfereren van de maaltijden met de pillen, dat wordt echt minder als je vaker kleine maaltijden neemt. Dus ik beveel dat mensen wel aan. Ja. Want je zei terecht, en dat is ook... Melkproduct is een voorbeeld van een product waar eiwitten in zitten. Ja. En je moet natuurlijk ook aan je eiwitten komen. Want alle mensen met Parkinson leveren spiervolume in en kracht in. En je hebt die eiwitten ook nodig. Ja. Dus blijf gevarieerd en gezond eten. Doe alles met mate. En ik denk dat het spreiden in kleine porties... Dank je wel, Els, voor de vraag. Dat het wel degelijk nuttig is. Ja. Gezien de tijd gaan wij afronden dit vragenuur. Mirjam, heb je nog iets wat jij mensen mee wil geven als het gaat over wat we besproken hebben of wat we nog helemaal niet besproken hebben? Ja, het is misschien wel een beetje een gek einde van dit gesprek. Maar ik moest nog denken aan het filmpje, de vlog van Marlies. Waarbij ze het ook heeft over tijd nemen als je op het toilet zit. Mijn ervaring, met name dan bij obstipatie, is dat mensen soms ook het signaal wat ze krijgen van ik moet nu naar het toilet gewoon negeren. Het komt eventjes niet uit en die stellen dat dan uit, waardoor de ontlasting in die darm alleen maar droger en harder wordt en lastiger weg te krijgen is. Mooie tip. Neem dus dat als je een signaal ook, krijgt om naar het toilet te moeten, ga dan ook. Ja. Neem dat serieus. Neem dat serieus. Absoluut. Dankjewel, mooie aanvulling. Ja. Bas, jij nog tot slot. Fanatiek aanpakken van obstipatie. Niet mee blijven zitten, want het interfereert met de werkzaamheid van de pillen. Alert zijn op SIBO-klachten. Ik zeg ze nog één keer, de misselijkheid, het opgeblazen gevoel, winderigheid en soms juist obstipatie met diarree. Dus daar dus heel alert op zijn. Gezond en gevarieerd blijven eten. En ook niet te bang zijn, denk ik. Wij noemden net die pesticiden. Mensen moeten ook niet te bang zijn. Gezond en gevarieerd eten is uiteindelijk zo waardevol. Dat zei je ook nog. Hè? Dus blijf ook je groenten en je fruit eten. Want dat is voor je hele welzijn uiteindelijk ook ontzettend belangrijk. Door voeding halen we ook heel veel gezonde dingen uit. En het is ook leuk en gezellig. Ja. En dat moeten mensen ook vooral niet vergeten. Ja. Dus, en bij twijfel of vragen, vraag het aan het team. Ik heb al gezegd, we hebben niet een toverstokje. Maar er zijn veel dingen waar op zijn minst iets aan te doen is. Ja. Mooi. Bedankt voor al jullie kennis, voor deze mooie samenvatting aan het einde van de uitzending. U bedankt voor alle vragen die hier binnengekomen zijn. We hebben er zoveel mogelijk geprobeerd doorheen te vlechten. Hopelijk heeft het u veel informatie en praktische tips opgeleverd. Vanaf morgen, zoals gezegd, kunt u dit vragenuur ook terugkijken. We ronden voor vandaag af. Op 24 maart zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Die gaat over invaliditeit en Parkinson. Ik wens u nu een fijne avond. Jullie heel erg bedankt voor hier zijn en u bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Mijn naam is Thea en ik ben promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen bij het Centrum voor Taal en Cognitie. Ik doe hier onderzoek naar spraakmotoriek bij de ziekte van Parkinson. Spraak is een hele complexe proces dat een precieze coördinatie van je longen, je lippen, je kaak en je tong vereist. Je doet dit zonder al te veel na te denken, maar dit complex proces gaat niet altijd zoals het hoort. Veel mensen met Parkinson hebben last van spraakproblemen. Zo praten ze bijvoorbeeld te zacht of hebben ze problemen met het duidelijk articuleren van sommige klanken. Uit eerder onderzoek weten we al veel over hoe de spraak verandert door Parkinson. Echter weten we veel minder over welke onderliggende spraakprocessen aangetast worden door de ziekte. Daarom willen we met onze huidige studie meer te weten komen over de oorzaak van spraakproblemen bij Parkinson.
We onderzoeken dit door gebruik te maken van verschillende apparatuur voor het meten van spraakbewegingen. Onze studie bestaat uit 2 sessies. In de eerste sessie gebruiken we een echoscopieapparaat. Dit apparaat plaatsen we onder de kin met behulp van een helm en daarna kunnen we tongbewegingen heel precies volgen. In de tweede sessie maken we gebruik van een articulograaf. Hiervoor plaatsen we sensoren op de tong, de lippen, de kaak en deze sensoren kunnen vervolgens alle bewegingen volgen. Zo kunnen we precieze verschillen in de spraakprocessen ontdekken tussen mensen met en zonder Parkinson. En we hopen dat onze resultaten kunnen helpen om spraaktherapieën in de toekomst te verbeteren. Thank you.